Direct na afloop van de raadsvergadering van 29 januari blikt de waarnemend burgemeester Yvonne van Maastricht samen met rondom de raadpresentator Willem Klap terug op de gehouden raadsvergadering. Als eerste werd stilgestaan bij de twee eerder ingediende moties. De motie kinderpardon van GroenLinks, PvdA en het CDA en de motie van de PVV betreffende geen statushouders in nieuwbouwplannen Zwanenkamp. De moties hebben het niet gehaald. Dat is niet helemaal waar. Wat we gezegd hebben, het zijn belangrijke onderwerpen, maar het zijn onderwerpen die we eerst eens met elkaar moeten bespreken voordat we er meteen over gaan stemmen. Het kinderpardon is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Ik heb begrepen dat ze daar vanavond in Den Haag ook een soort akkoord hebben gemaakt. Hè. Dus dan kunnen we daar ook kennis van nemen. We kunnen ook even goed kijken of er binnen onze gemeente kinderen zijn die aan die criteria voldoet. Zodat we ook hun belangen in die gedachtenwisseling meteen mee kunnen nemen. En de PVV die heeft een belangrijke uitspraak, wil die doen, over het toelaten van statushouders. Of het voorrang geven van statushouders. Recht voor statushouders. Ja, en daarvan zegt de gemeenteraad nu, daar willen wij eerst met elkaar eens even goed over van gedachten wisselen. Dus dat gaat in de commissie besproken worden. Ja. Ja. En er waren drie bespreekpunten. En daarvoor staat ook nog een stukje het benoemen van een pioniersgroep. Ja. Wat is een pioniersgroep? Er zijn een aantal raadsleden die hebben aan het begin van deze raadsperiode met elkaar gezegd dat vergaderen in de gemeenteraad, dat doen wij al jaren op dezelfde manier. We moeten eens nadenken of er ook nieuwe initiatieven mogelijk zijn dat we eens op een andere manier met elkaar vergaderen. En die groep mensen die komen één keer in de 6-7 weken met elkaar samen. Die denken bijvoorbeeld na over hoe ga je participatie, de inspraak van burgers, burgerbetrokkenheid op een betere manier vormgeven. We hebben een aantal weken geleden hebben we bijvoorbeeld dat burgerinitiatief gehad. Hoe ga je daarmee om? Hoe lok je misschien nieuwe initiatieven uit? Hoe zorg je ervoor dat zo'n initiatief als de gast van de raad beter wordt benut? Kun je dat misschien ook in de commissievergaderingen doen? Hoe ga je met regionale bijeenkomsten om? Dus het is een heel breed palet van onderwerpen waar die pioniersgroep over nadenkt om te voorkomen dat dat allemaal door die raadsleden moet worden gedaan. Want je moet wel bedenken, raadsleden die doen dat vaak naast gewoon werk. En naast het gezinleven. En het moet wel behapbaar blijven met elkaar. Op de agenda van de raad stonden drie belangrijke bespreekstukken. De wijziging van de winkeltijdenverordening, het toepassen van het voorkeursrecht voor gemeenten en de aanvraag van een extra krediet voor realisering van de nieuwe raadzaal in het koetshuis in Breukelen. Er zijn drie grote punten. Zeker. Wat is daar uitgekomen? Misschien het laatste punt eerst. Hè. Er is een beslissing genomen over de aanbesteding van de nieuwe raadzaal. De gemeente Stichtse Vecht heeft nog nooit, zolang ze bestaat als gemeente, een eigen raadzaal gehad. We vergaderen altijd hier in de kantine van een school en dat is op zich prima. Maar de gemeente heeft toch gezegd, wij willen een eigen raadzaal. Boom en Bos, het mooie Boom en Bos in Breukelen, wordt er al gebruikt voor de commissievergaderingen. En in de vorige raadsperiode heeft de raad toen al gezegd, het zou goed zijn als we ook bij Boom en Bos onze raadsvergaderingen kunnen houden. Daar is een koetshuis bij. Dat koetshuis, daar is een bepaald bestek voor gemaakt. Daar heeft de raad gezegd, we gaan daar geld voor besteden. Dat bleek niet genoeg toen de aanbestedingen was. En vandaag heeft de raad gezegd, we zijn bereid om die ruim 3 ton, die 300.000 euro, ook beschikbaar te stellen. Zodat de verbouwing van dat koetshuis mogelijk wordt. En we misschien wel over 1,5 jaar onze raadsvergaderingen in een eigen raadzaal kunnen houden. Dat zou heel mooi zijn. Daar is dat is echt een belangrijk besluit. Ja. Er zijn nog twee besluiten, want de winkeltijdenbesluit is aangenomen. Dat is optie B geworden volgens mij. Ja, dat is de meest vergaande besluit. Dus het college had aan de raad 3-tal mogelijkheden voorgelegd. En de beslissing die nu genomen is, is dat er van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de winkels open mogen zijn. Dat betekent niet dat de winkels open moeten zijn. Maar als een winkelier dat wil, dan kan die op zondag en op feestdagen tussen 10 uur 's ochtends en tussen 8 uur 's avonds een winkel open doen. Veel vrijheid voor de winkel. En het laatste is het voorkeurrecht voor de gemeente. De gemeente mag dus een terrein gaan aankopen. En dat gaat over het terrein wat bij de Zogwetering is. Ja, dat is het terrein rondom de gemeentewerf, waar nu de gemeentewerf zit, en het waterzuiveringsterrein. En dan is het zo dat als de eigenaar dat terrein wil verkopen, dan moeten ze het eerst aanbieden aan de gemeente. Dus dan gaat eerst de gemeente in de onderhandeling. En als dat zo is, en de verwachting is wel dat dat gaat gebeuren, want het terrein is nu nog van het waterschap, dan zou dat terrein vrijkomen voor eventueel woningbouw. En er waren ook een aantal raadsleden die zeiden, het is voor onze gemeente heel belangrijk dat er nieuwe huizen gebouwd worden. Want er is een enorme wachttijd. Mensen willen heel graag in Stichtse Vecht wonen.